Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 10 maart. Met onder andere Arnhem krijgt privé basisschool. Woningen in Paradijs 4 keer overtekend. Het schort nogal aan communicatie tussen de Lidl en omwonenden bij de uitbreiding van de supermarkt in winkelcentrum Elderhof. Maar ook tussen burgemeester en wethouders en de raad liep alles niet op rolletjes. Zo bleek maandagavond tijdens de behandeling van vragen van Zuid-Centraal, PvdA en ChristenUnie. Het college heeft bij het verlenen van de vergunning een amendement van de raad genegeerd over het aantal bebouwde vierkante meters dat het winkelcentrum mag beslaan. 4 voormalige bestuursleden van de woningonderhoudsstichting, kortweg de WOS, die in 2011 door de civiele rechter opgelegd kreeg om een bedrag van 540.000 euro terug te betalen, hebben dit nog nauwelijks gedaan. Het bestuur van de WOS ontdekte in 2009 de fraude van de 4 mannen, een bedrag van ruim een 500.000 euro. Van het gefraudeerde bedrag is pas 56.000 euro afgelost. Donderdag dient voor de rechtbank in Arnhem het strafproces tegen de 4 hoofdverdachten. Volgens de recherche is het gefraudeerde geld gespendeerd aan gokken, wietplantages en luxegoederen. Het stadsbestuur is volgens burgemeester Herman Keizer ernstig in verlegenheid gebracht. Het gaat om de chaotische gang van zaken rond de bijeenkomst die voor de gemeenteraad op de agenda stond voor de bespreking van bezuinigingen tot een bedrag van 20 miljoen euro. De gemeenteraad zou vorige week maandag in workshops ideeën opdoen om te bezuinigen. Het zou een besloten bijeenkomst worden, maar kort ervoor bleek dat de meerderheid van de gemeenteraad tegen die beslotenheid was. Volgens Keizer had de zitting nooit afgeblazen mogen worden. Daarmee is zijn zinziens op de buitenwacht een slechte indruk gemaakt. Hij wil dat de kwestie tot op de bodem wordt uitgezocht. Voor de eerste 23 woningen in het nieuwbouwgebied Paradijs hebben niet minder dan 90 mensen zich ingeschreven. Tot gistermiddag 12 uur konden belangstellenden zich aanmelden voor één van de huizen die aan de voet van de Eusebiuskerk worden gebouwd. In totaal komen er 41 woningen in het Paradijsplan en de prijzen variëren van 270.000 tot 470.000 euro. Minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven zijn gisteravond opgestapt omdat zij de Tweede Kamer niet juist hadden ingelicht over de bonnetjesaffaire rond drugsbaas Kees H. RTV Arnhem ging de straat op en vroeg voorbijgangers om hun mening. Wat vindt u ervan dat gisteren Opstelten en Teeven zijn opgestapt? Terecht. Zeer terecht. Ja hoor. En waarom is dat terecht volgens u? Nou, het ten alle tijde heeft hij op een factuurtje in handtekening gezet. En laat hem dat niet gaan ontkennen, hè? Ben je boos om? Nee, hè? Nee, maar laat ze weggaan. Geen enkel probleem, we krijgen wel weer een nieuwe. En Rutte mag ook. Ja, niet echt verrassend. Volgens mij heeft hij echt, hebben ze allebei de zaken een beetje bedonden. Dus ja, groot gelijk. Ja. Ik vind het heel erg dat het zo moet gaan. En wat gaat er gebeuren met die mensen? Wat gaat er gebeuren met de rest? Wordt het in een doofpot gestopt? Wat gaat ermee gedaan? Ik vind het niet goed te praten. Helemaal niet. En je krijgt geen vertrouwen in Nederlandse politiek. Vertrouwen in de politiek een beetje weg? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dat was al een tijdje. Dus wat dat betreft. Maar ik vind het wel frappant dat mensen ontzettend kunnen liegen. En dat ook volhouden. Tot het tegendeel wordt beweerd van de politiek. En dan is de conclusie, dan moeten ze opstappen. Ja, terecht, denk ik. Nou, het wordt wel steeds moeilijker, ja. Het wordt wel steeds moeilijker. Al die akkefietjes bij elkaar. En nou dus weer die twee die dus nou opgestapt zijn, dan wordt het wel moeilijker om inderdaad vertrouwen te hebben. Nee, totaal niet.
medicijnen worden allemaal weggehaald die mensen nodig hebben. Moeten allemaal zelf gaan bekostigen. Wij worden Tweede Amerika. Daar gaan we naartoe. Ik ben helemaal niet blij met het kabinet wat nu zit. Nee. Het Parkendaal Lyceum, een particuliere middelbare school aan het Willemsplein, gaat uitbreiden met een basisschool. Ja, dat klopt. We staan hier bij het mooie gebouw aan het Willemsplein. En dat was eerder van het Parkendaal Lyceum, een school voor examenonderwijs. We hebben uiteindelijk gekozen, ik met mijn management, om onderdeel te zijn van Winfort. Winfort heeft meerdere scholen en op al hun locaties hebben ze een basisschool. En het is de bedoeling om dat hier ook uit te rollen, een basisschool. En dat zal zijn vanaf het volgende schooljaar. En hoe gaat het traject er nu uitzien? Nou, het traject is nu zo dat we zijn vanaf heden gestart met de werving voor de basisschool. We hebben al een aantal aanvragen binnen. En dan is het gewoon de bedoeling om vanaf 1 september te starten. En met hoeveel leerlingen dat zal zijn, dat weet ik niet. We verwachten zelf dat we gaan starten met ongeveer 6 leerlingen. Als ik dat vergelijk met andere basisscholen van Winfort, die zitten zo op 12 leerlingen. Dus dat is de bedoeling dat dat van nu tot aan, zeg maar, de komende jaren gaat groeien tot ongeveer 12 leerlingen per jaar. En waarom is er voor gekozen om dat vanaf groep 6 te doen? Nou, dat zit hem in het feit dat het onderwijscurriculum van de basisschool, dat valt tot aan groep 6 goed te clusteren met 7 en 8. Als je lager gaat dan groep 6, dan heb je toch een ander type leerkracht nodig. En ook makkelijk gezegd andere boeken, een andere aanpak. En ja, daarvoor is op dit moment nog niet gekozen om dat traject in te gaan. En merkt u ook dat het goed werkt? Ja, absoluut. Nou, dan heb ik het over mijn eigen ervaring met het Parkendaal Lyceum. Wij hebben hier altijd hele kleine groepen gehad. Gemiddeld genomen zo'n 6 à 7, maximaal 9 tot 10. Ieder jaar een fantastisch slagingspercentage. Ouders zijn tevreden, leerlingen zijn tevreden. En dat zit er voor een groot gedeelte in de kleinschaligheid. De slogan van Winfort is de kracht van aandacht. En hoe minder leerlingen in een groep zitten, hoe groter die kracht wordt. Tot slot het weer. Het werd vandaag geleidelijk zonniger en het bleef droog in Arnhem. Vanmiddag steeg de temperatuur tot 12 graden en was de wind matig. Vannacht is het helder en koelt het af en bestaat kans op nachtvorst. Morgen gaan we meer zon zien. Met een graad of 10 wordt het een heerlijke dag. Wij wensen u nog een fijne avond. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.